Welkom bij Onder Ogen, het live televisieprogramma van Schiet TV. Het is vandaag zaterdag 18 juni 2022. Wederom live vanuit de Korenbeurs met de volgende onderwerpen. De Rijnmond Band gaat op voor het wereldconcours voor drumbands. En daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ruzie met de buren. Wie bel je dan? Humanitas gaat helpen bij de energietoeslag te innen. En het is dit weekend de nacht van de vluchteling. En de crisis in de kinderopvang. Wat gaan we daar in Schiedam van merken? En het presentatietalent van de lokale omroepen hebben we hier in eigen huis. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar eerst het uitgebreide weerbericht. Niet, maar het korte weerbericht met Tom Bruin. Beste kijkers, dit is het weekendweerbericht van zaterdag 18 juni. Nou, de afgelopen dagen hadden we al een opmars naar zeer warm weer. Het duurde lang voordat de juiste uitspraken konden worden gezegd. Dat had te maken met verschillende uitslagen. Maar in ieder geval, wat het weer dit weekend en daarna doet, dat hoort u zo van mij. De Schiedamse Rijnmond Band neemt op 29 en 31 juli deel aan het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Het Wereldmuziekconcours is een internationaal muziekfestival dat ook wel wordt gezien als het WK voor marching en showbands. Het muziekfestival stond al voor vorig jaar gepland, maar ging toen vanwege de coronapandemie niet door. De Rijnmond Band gaat aan deze editie deelnemen met hun nieuwe show Capture the Flag. Zondag geeft de Rijnmond Band een try-out van deze show bij Exosure 20. Ja, in de studio aangeschoven Esther van Schijnel. Je bent slagwerker bij de Rijnmond Band. Ja. En jullie zijn je aan het voorbereiden op, laten we zeggen maar, de Olympische Spelen voor muziekbands. Ja, toch? Zo kan je het toch omschrijven? Ja, want zo zou je het bijna wel kunnen noemen, ja. Nee, we hebben deze zomer weer het WMC, het Wereldmuziekconcours inderdaad. Die is eens in de 4 jaar. En daar zijn we ondertussen al best wel een tijdje druk naartoe aan het werken. Dus daar gaan we over een maandje staan. Ja, jullie staan daar over een maand en de nieuwe show heet Capture the Flag. En toen dacht ik Stratego. Klopt, ja. Kan je dat over vertellen? Tuurlijk, ja. Nee, dat is inderdaad het eerste concept dat je wel een beetje voor je zou kunnen schetsen als het gaat om Capture the Flag. Er zijn 2 teams, een rood en een blauw team. En die gaan samen de strijd aan op het veld. Dus er wordt echt een verhaal verteld waarin in het begin beide teams gepresenteerd worden. Zowel visueel als muzikaal komt dat wel echt naar voren. Er vindt verkenning plaats op het veld, want we spelen dus ook in het begin heel erg uit elkaar. Dus er vindt verkenning plaats. Wat gebeurt er op de andere kant van het veld? Worden we weggejaagd, teruggeduwd? We hebben ook vlaggen staan, uiteraard een rode en een blauwe vlag. Waarbij op een gegeven moment ook het ene team een vlag zal proberen te stelen. En er zijn natuurlijk uitkomsten. Hoe lang duurt die show? Dan is dat 1 minuut of 10 ongeveer? Ongeveer 12 minuten. Ja. Ja. En ik heb allerlei andere filmpjes gezien, ook uit 2017, toen deden jullie ook mee. Klopt. En toen dacht ik, jeetje, wat ingewikkeld zeg, want je moet en marcheren en verplaatsen en ook nog eens zo'n muziekinstrument spelen. Klopt. En in de gaten houden waar je naartoe moet gaan. Ja. Dat vergt, neem ik aan, ontzettend veel oefening. Ja, zeker. Ja, het was net natuurlijk al een klein stukje te zien, dat was onze jeugd. Daar lopen de kids bij tot 16 jaar. Maar inderdaad, het is echt een stukje muziek leren spelen. Dus we gaan eerst altijd beginnen met de noten leren, lezen, spelen. En zodra de muziek dan een beetje zit, gaan we ook het veld op. We hebben dan een heel visueel team dat eigenlijk die show heeft uitgedacht. Mede in samenwerking met die muzikale lijnen om echt een mooi verhaal neer te zetten. Dus dan begint al een beetje dat multitasken. En dan is het echt een combinatie van alles tegelijk bij elkaar, zowel het spelen als het visueel, wat soms echt nog wel een uitdaging is. En zorgen dat je natuurlijk in tempo blijft. Daarvoor hebben we natuurlijk onze tamarmètre vooraan staan, die het tempo dirigeert. Maar dat is zeker niet makkelijk. Maar dan begin je 1 jaar geleden met oefenen, neem ik aan. En dan, iedere week? Of een aantal keer per week? Ja, we repeteren elke vrijdag op de Van Deventerstraat momenteel. Ja.
Dus dat zit er standaard in. En nu hebben we ook vaak op zondagen staan we buiten op het veld bij Nexus. Meestal van 10 tot 3 echt de show door te draaien en te herhalen. En zeker tegen het WMC aan worden dat wel 3-4 repetities per week. Ja, hey, ja. En jullie zijn best goed, hè? Want in 2017 staan jullie toch wel een beetje al tegen de top aan. Wat zijn de verwachtingen voor dit jaar? Ja, nee, we hebben in 2017 zijn we vierde geworden op de World Ranking met onze show. Dat is best goed, toch? Ja, daar waren we echt heel trots op. Net geen medaille? Ja. Nee, dat niet. Maar voor ons, binnen de Nederlandse groep, daar waren we dan derde, want er was 1 internationaal korps bij. Hebben we echt wel een heel mooi resultaat neer mogen zetten. Dus dat hopen we inderdaad ook door te pakken. Wat is de ambitie? Ja, de eerste plaats natuurlijk. Is dat realistisch? Ja, we willen wel voor een plek in de top 3. Ik moet zeggen, het draait bij ons naast het podium ook heel erg op het groepsgevoel wat we daar neergezet zetten met z'n allen en hoe we daar naartoe werken. Dan dat we een eerste plaats of niks willen. Maar we gaan zeker wel ons best doen om daar echt te laten zien wat we kunnen. Ja. Ja. Zijn er ook teams uit Nederland, maar is het wereldwijd, een wereldwijd evenement uit alle landen? Ja, zeker. Ja, in onze divisie, want er is nu dit jaar een nieuwe divisie toegevoegd. Vorig jaar deden we, in 2017 deden we mee in de Championship Division. En nu zitten we in de wereldklasse. Dus de hoogste ook. En daarbij zitten bij ons in de groep ook Duitse korpsen. Uit mijn hoofd komen ze ook uit Japan overvliegen. Dus ja, echt wel heel internationaal. En waarom in Kerkrade eigenlijk? Dat is eigenlijk volgens mij altijd zo al geweest. Ja. Ja, ik zou niet weten of daar echt een reden voor is. Nou, mensen branden natuurlijk van nieuwsgierigheid van hoe het eruit ziet. Ja, en nou is het mooi dat morgen jullie een try-out gaan doen in het Beatrix Park bij Excelsior klopt. 20. Klopt. Vertel. Ja. Nee, we hebben voor die grote wedstrijd hebben we deze zondag, dus dat is de 19e, hebben we een try-out, een soort generale repetitie. Dus we gaan daar heel onze show neerzetten. En in tegenstelling tot waar we in Vlaardingen stonden een paar weken geleden, hebben we echt alweer een hele laag kunnen toevoegen. Ook qua attributen. Dus de show is echt heel erg in ontwikkeling. En het zal nog steeds verder gaan ontwikkelen de komende weken. Maar het is echt een mooi moment om dan te kunnen zien van, hey, hoe ziet dat verhaal er eigenlijk uit en wat laten we zien op het veld. Ja. Hey, en morgen om 2:30 gaan jullie dan beginnen en mensen kunnen kijken. Is dat 1 ronde die jullie doen of doen jullie meerdere rondes? Of moet je heel snel zeggen, je moet 2:30 zijn en 2:15 is klaar? Of is er nog een toegift wellicht? Nee, we doen 1 keer de show. Maar met ons speelt ook de jeugd een stukje. Die laten ook een nieuwe show zien, een Disney show. Die starten om 2:30. Dan komt Irene Ede, over om een show daar te laten zien. Zij gaan ook naar het WMC. Dat is ook een ander showkorps. Ja, okay. Ja. En wij zullen dan vervolgens om 2:00 ons showproduct laten zien. Nou, typisch Nederlandse vraag. Moet ik betalen? Mag ik gratis naar binnen? Nee, het is helemaal gratis. Ja. Ja. Hey, en waarom moet ik er naartoe? Ik denk dat dit echt een ultieme kans is om de Rijnmond Band nog eens te zien op het veld. Voordat we echt naar het WMC gaan. We hebben natuurlijk heel veel optredens. We gaan bijvoorbeeld vanmiddag ook weer naar Scheveningen en naar Sassheim. Maar deze middag op dit veld, in ons thuishonk als het ware, geeft denk ik echt een goede impressie met het product dat we neer gaan zetten, zonder dat het direct heel veel kilometer verderop is. Ja. En omdat het ook gewoon echt een ontzettend gaaf product is. Het is niet. Die 12 minuten zijn echt een beleving. Ja. Ja. Is dat sta je nog stijf van de adrenaline? Ik denk het wel. Ja, de hele groep staat heel erg achter het product. We weten allemaal wat voor verhaal we neer willen zetten. We proberen dat ook echt over te brengen met die muziek. Heel de groep is heel enthousiast om dit te gaan doen. Ja, en heb je dan ook als je bent slagwerker, heb je dan ook nog inspraak van, nou, misschien moeten we deze beweging zo doen als deze beweging zo? Of ligt er een concept klaar? Ja, er is een visueel team, Michael en Hans. Die hebben eigenlijk heel die show uitgedacht. Inderdaad, ook met visuals, wat gaan we dan doen? Maar in de praktijk op het veld zijn er altijd wel dingen van, oh, ja, het pakt toch net even anders uit. En dan zijn ideeën vanuit de leden altijd welkom. Ja, ja. Ik heb allerlei filmpjes gezien, ook uit 2017. Wat mij opviel is dat jullie inderdaad bijna als een soort militaire exercities erop nadoen. Hoe reageren mensen daarop? Want ja, we leven toch een beetje in een situatie met oorlog. Of vinden mensen dat juist mooi?
Nou, het ligt een beetje denk ik aan het publiek natuurlijk. Het is inderdaad heel statig. Het straalt heel erg veel kracht uit. Het gaat toch hartstikke on-Nederlands gelijk, vond ik. Dat is wel de bedoeling. Ja, nee, ja. Ik vond dat echt van het bijzonder. Ja, nee, maar dat is met onze show nu ook. We hebben natuurlijk een soort stratego. En er vindt ook een gevecht plaats tussen teams. En dat is ja, natuurlijk helaas heel erg actueel nu ook. En we hebben toevallig laatst toen wij in een optreden afgelopen weekend ook een comment gekregen van hey, ik herkende dat verhaal van die situatie nu ook met Oekraïne. Daarom. En we dachten dat dat misschien negatief zou kunnen uitpakken, maar mensen haalden er heel veel kracht uit. Ze zeiden, oh, ik vind het echt heel mooi dat jullie dat zo hebben neergezet. Dus dat was heel bijzonder om te horen. Ja. Hey, ja. En morgen ook zien we jou in deze outfit. Ja. Met een pet op. Zeker. En een broek aan. Ja. Ik keek op een gegeven moment naar jullie en toen dacht ik van, hoeveel is de verhouding nou van man en een vrouw? Want nou, het leek bijna genderneutraal op het eerste gezicht. Nee, dat is soms inderdaad wel lastig te zien. Want we hebben ook, ik heb dan nu mijn haar los inderdaad en geen pet op. Maar meestal doen we het haar invlechten en dan zit het onder de pet en dan zie je dat eigenlijk niet. Maar van de 42 spelende leden die we nu hebben, zitten we eigenlijk bijna op een evenredige verdeling van man en vrouw. Ja, en vrouwen, ze doen ook, mannen en vrouwen zitten geen verschil, ze kunnen beter op slag werken of blaasinstrumenten, dat maakt niet uit. Nee, totaal niet. Nee. Hey, nee. En wat is nou de lol om bij de Rijnmond Band te spelen? De lol? Ja, ik doe het echt al bijna 15 jaar. En ik kan er ook geen genoeg van krijgen. Ik denk dat het mooiste is dat je echt met een groep, al is het vanaf kleins af aan, al is het dat je nu net een paar jaar bent ingestroomd, echt een soort familie bent. Oké. Okay. Nou, wij gaan morgen allemaal kijken om 1:30 in het Beatrix Park bij Excelsior 20. Het is volgens mij droog, dus ik wens je daar alle succes voor. Ja. En natuurlijk heel veel succes op de kerkraden. Dank voor je komst en voor het gesprek. Oké. Okay. Dank. Harry bij de buren, wat doe je dan? Bel je dan de politie of ga je naar burenbemiddeling? Filmpje. Een goede buur is beter dan een verre vriend, zegt het spreekwoord. Maar wat kun je doen als je een probleem met de buren hebt? Buurtbemiddeling kan dan een mogelijke oplossing zijn. In heel veel gevallen is buurtbemiddeling namelijk een succesvolle manier om het conflict op te kunnen lossen. Maar hiervoor zijn wel meer vrijwilligers nodig. Op dit moment zijn er in Schiedam slechts 6 buurtbemiddelaars actief. Gelet op het aantal aanvragen moeten dat er veel meer gaan worden. Ja, aan tafel aangeschoven Kees Verhoeven, coördinator buurtbemiddeling. Hallo. Hi, goedemorgen. Er waren er, in het filmpje werd er gezegd 6. Volgens mij had je het gisteren in het voorgesprek erover 8. Hoeveel zijn het er nu? Het zijn er nu 8. 8. En hoeveel mensen, want jullie hebben van de week flink uitgepakt in de media, door een oproep te doen, advertentie te plaatsen. Wij zoeken nog meer vrijwilligers die dit werk kunnen doen. Want jullie streven is? Nou, het mooiste zou zijn 20. Als ik 20 mensen heb, dan kan ik ook nog een beetje kiezen. Kijk, nu moet ik gewoon, de bemiddelaars die vrij zijn, die moeten dan maar naar de zaak toe. Maar het zou natuurlijk mooier zijn als je kan kijken van, hé, wat is dit voor zaak? En welke mensen kan ik daar het beste op zetten? Misschien een ouder persoon en een jonger persoon. Als bijvoorbeeld studenten en een ouder persoon eens die ruzie hebben. Misschien juist een man en een vrouw. Dus het zou fijn zijn als ik meer keus heb ook. Ja, als ik last van buren overlast, ik heb gelukkig hele nette buren en ik woon in een buurt waar dat niet zo vaak voorkomt. En anders doe ik de deur of de ramen dicht. Maar als het echt uit de hand loopt, dan zou ik de politie bellen. Ja, dat kan. Dat kan heel goed. En die komt dan langs. Ja. En dan gaan ze met jou praten. Ze gaan vaak ook met de buur praten dan. En als de politie inschat van, hey, dit is misschien iets voor buurtmiddeling. Want de politie heeft natuurlijk heel weinig tijd. Dan sturen ze mij een bericht. En dan vragen ze aan mij van, Kees, kan je misschien die mensen bellen om te kijken of buurtmiddeling wat voor hun is. En wat doen jullie dan? Jullie worden dan getipt, er is een incident. Of mensen bellen jullie. Hoe gaat dat? Dat kan allebei. Ja. We hebben een telefoonnummer wat gewoon gebeld kan worden. We hebben ook een website, www.buurtmiddelingschiedam.nl. En daar is ook weer een infoformulier, daar staat ons e-mailadres. En als iemand dus een kwestie heeft met zijn buren, dan kunnen ze daar kijken en kunnen ze ons gewoon bellen. Maar ze kunnen ook naar de gemeente gaan, daar kan je, die hebben een infoformulier. Mensen die bij de woningcorporatie WoonPlus wonen, die klagen soms bij WoonPlus. En al die instanties kunnen ons dan weer vinden. Als buurtmiddeling zijnde. Wat zijn de meeste voorkomende klachten bij jullie? Het meeste is geluidsoverlast. Dat is echt de grote hap.
En wat is het dan? Muziek te hard aan of in de tuin zitten of een barbecue? Of, nou ja. Muziek. En wat ook heel veel voorkomt is spelende kinderen. Want als je in een flat woont, veel klachten zijn in flats. En als je bovenburen een gezin hebben waar vier kinderen wonen van verschillende leeftijden, dan kan dat best wel wat geluid geven. En ja, in flats is er heel veel contactgeluid. En als het de hele dag doorgaat of als er gespeeld wordt, dan kunnen onderburen zich daaraan gaan ergeren. Ja. Oké, okay. Jullie hebben nu 8 mensen in dienst. Wat voor kwaliteiten hebben die mensen? Anders gezegd, wat zoek je dus als mensen willen gaan aanbieden? Het leuke is, het zijn heel verschillende mensen. Dus het is niet zo dat je één bepaald type moet zijn. Het is wel zo dat je moet wel goed kunnen luisteren. Je moet goed mensen in hun waarde kunnen laten. Want je moet zelf geen oordeel hebben over wat er aan de hand is. Als buurtbemiddelaar blijf je neutraal. Je kiest geen partij, dus je bent juist geen rijdende rechter. Dus je moet heel goed je eigen mening voor je kunnen houden. En goed kunnen luisteren naar iemand. En er zijn natuurlijk veel emoties bij, daar moet je ook tegen kunnen. Maar het voordeel is natuurlijk wel dat die emoties zijn niet tegen jou gericht. Hè. Er is natuurlijk vaak wel boosheid en zo. En hoe reageren mensen dan als je opeens ding-dong staat voor de deur, ik ben van de buurtbemiddeling, ik kom even praten? Ja, daar is natuurlijk wel wat weerstand dan vaak. Ja, lijkt me wel. Dat klopt. Deur dicht, doei. Ja, dat komt voor. En bel je dan weer aan? Nou, kijk, daar kan je natuurlijk niet te ver in gaan. Nee. Maar we doen natuurlijk wel ons best. En meestal hebben de mensen ook wel een probleem. Het is vaak niet een probleem van de ene buur, maar de andere buur. Die vinden het vaak ook niet fijn als er heel veel geklaagd wordt. En die is vaak dan toch wel bereid om in ieder geval de bemiddelaars even binnen te laten. Want je doet die stapjes. Hè. Je vraagt niet gelijk van, joh, wil je met je buur praten? Nee, je vraagt, mogen wij binnenkomen om hier even over te praten? Ja. En dat is wel, kom maar binnen. En dan, zo ga je van stapje naar stapje eigenlijk. Ja. Jullie zoeken 12 nieuwe vrijwilligers, want het is een vrijwillige functie. Ja. Maar jullie sturen de mensen er niet zo op af, want ze krijgen echt een training, een opleiding, een cursus. Ja. 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 Wat leer je daar? Je leert daar vooral gesprekstechnieken. En luisteren, samenvatten en doorvragen is er eentje van. En je leert ook dingen over jezelf. Want je moet dus zelf je oordeel voor je houden. Je moet jezelf eigenlijk inhouden. Het is natuurlijk heel normaal om, als iemand met een vraag komt, om adviezen te gaan geven. Maar als buurtbemiddelaar mag je geen advies geven. Nee. Zit daar ook agressietraining in? In een bepaalde mate wel. Want mensen zijn niet altijd even vriendelijk, die hebben het niet over. Nou, dat klopt. Hoewel de agressie richt zich vaak op elkaar en niet op de buurtbemiddelaar. Okay. Dus dat is niet zo dat jij om moet gaan met agressie. Naar jou toe. Bijna nooit. Maar mensen leren wel gewoon gesprekstechnieken van hoe laat je iemand eerst even leeglopen. Want iemand zit hoog in de emoties, je langskomt en dan is hij heel boos. En dan moet je dus iemand even rustig laten uitpraten. En heel belangrijk, je moet iemand in zijn waarde laten. Ja. Hey, nou hebben we net, Esther hier aan tafel, die heeft dat prachtig uniform aan. Dat heeft ze aangedaan omdat ik dat vroeg. Dus het is ook gelijk herkenbaar, zij werkt bij de Rijnmond Band. Maar hoe legitimeren jullie? Hoe zien ze dat jullie van buurtbemiddeling zijn? Ja, we hebben daar nog geen pasje voor. Maar we hebben wel het foldertje wat ze mee kunnen nemen. Laat even op de camera zien. Hier. Ja. En dan kom je dus binnen van, nou, wij zijn... Hoe gaat het dan? Stel je voor, Esther die belt omdat haar buren heel veel herrie maken. Je gaat dan naar Esther toe. Hoe gaat dat dan? Het gaat als volgt. Eerst heb ik met Esther dat gesprek. Of mijn assistent-coördinator, Jeannette van Oosten. En dan hebben we eerst een telefoongesprek. Want ik ga eerst kijken, is het wel geschikt voor buurtmiddeling? Ja. Want het kan zijn dat iemand nog zelf niks gedaan heeft. En dan ga ik vragen, kan je het eerste keertje zelf gaan praten? Of andere dingen, dat het al veel te ver is geëscaleerd. Dat kan natuurlijk ook. Dus ik praat eerst zelf als coördinator. Ik ben geen vrijwilliger. Praat ik met Esther en als ik dan denk van, nou, de buurtbemiddeling kan wat betekenen voor haar. Dan gaan er 2 bemiddelaars, altijd met z'n tweeën, ook voor veiligheid, maar ook om elkaar te kunnen stimuleren en te helpen. Die komen eerst bij haar langs en die praten met haar. En aan het eind van dat gesprek zegt zij van, ja, ik wil graag buurtbemiddeling of nee, toch maar niet. Ja. En zodra ze ja zegt, dan gaan zij de andere buur benaderen. Ja. Esther, wat zou je dan willen weten als Kees jou belt? Hoe zo'n traject er dan uitziet. Hè? Kijk, je komt dan langs en dan komen de 2 bemiddelaars. En uiteindelijk is het de bedoeling dat je met je buur gaat praten om de emoties wat lager weer te krijgen. Maar hoe ziet zo'n traject er dan bijvoorbeeld uit? Dat is een hele goede vraag. Maar, ja. En het eerste is dus een gesprek met jou. Het tweede is een gesprek met de buren. En het derde gesprek, dat is dan het bemiddelingsgesprek. Dat is dan in een huis van de wijk of een wijkhuis, of een buurthuis in de buurt in ieder geval. Ja. Neutrale plek.
En daar vindt dan het daadwerkelijke gesprek plaats, onder begeleiding van de bemiddelaars. Ja. En meestal gaat dat zo dat je begint met het verleden, van wat is er fout gegaan. En je moet vaak dingen uitspreken naar zo'n buur. En dan ga je, als mensen daaraan toe zijn, dan ga je naar de toekomst toe. En welke afspraken ga je dan maken en hoe zou het dan wel moeten? Heb jij rumoerige buren? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar zou jij in zo'n situatie ook buurtbemiddeling bellen? Of zou je dan tot de politie bellen? Ik denk dat het wel heel erg van pas komt. Wat je ook zegt vaak met de politie, je hebt natuurlijk zo ontzettend veel te doen. Dat jullie organisatie daarin echt een hele mooie uitkomst biedt om toch ook te kunnen bereiken wat je wil met zo'n bijvoorbeeld burenruzie of met de klachten die er zijn. Ja. Ja. Plus het is heel iets anders om politie op je stoep te hebben staan omdat je een buurman klaagt. Of dat daar twee vriendelijke Schiedammers staan die zeggen van joh, ik ben bemiddelaar. Ik kom kijken of ik jou kan helpen met deze situatie. En is het dan zo dat in 9 van de 10 gevallen mensen zeggen, nou kom maar even binnen. Ja, bijna altijd wel. Lukt bijna altijd wel. Ja, niet helemaal altijd natuurlijk, maar meestal lukt dat wel. Met weerstand. En, ja. Hey, en wat voor mensen moeten goed kunnen luisteren, maar zoek je, zonder lekker te discrimineren, maar zoek je lieve mannen of lieve vrouwen of jongeren, of wat zoek je? Eigenlijk alles. We willen natuurlijk het liefst een soort afspiegeling van de samenleving zijn, zoals zoveel instellingen. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel buren. Dus als je daar op een bepaalde manier beter kan aansluiten, dan is dat heel erg mooi. Dus mannen en vrouwen en alles, alle nationaliteiten zijn welkom. Ja. Hey, en wat zijn de hotspots in Schiedam? Waar komen jullie het meest? Om even ook weer te stigmatiseren. Ja, dat kan je bijna niet zeggen. Want het is van zoveel factoren afhankelijk waar het door komt. Dat we in één wijk meer zitten dan in een andere wijk. De ervaring in Nederland, dat is dat het eigenlijk niet uitmaakt in welke wijk je zit. Want als mensen dichter op elkaar wonen, dan worden ze toch toleranter. En als je heel ver van elkaar woont, dan ga je toch klagen over die overhangende tak 100 meter verder. Maar hoe lang doen jullie dit al, dit buurtbemiddeling? Want het is een idee wat uit San Francisco is gekomen. Ja, het is nu 26 jaar in Nederland. Vorig jaar hadden we het jubileum. Dus het is echt heel succesvol in Nederland. En hoe vaak zijn jullie vorig jaar aan het werk gegaan? Ja, we hebben 73 zaken gehad. Dat valt toch mee? Ja, dat valt voor Schiedam mee. Maar dat komt dus ook omdat ze dus een tekort hebben aan bemiddelaars. Okay. Daardoor is er een wachttijd. Nou, en daarom zit je ook natuurlijk hier aan tafel. Mede. Ja, natuurlijk. Ja. En om het verhaal te vertellen. Als mensen zeggen, nou, ik vind het leuk om dit vrijwilligerswerk te doen en ik wil ook die opleiding, die training volgen. Waar kunnen ze zich melden? Ja, ik denk dat het handig is als ik de website noem, want dat is heel makkelijk onthouden. Dat is buurtbemiddelingschiedam.nl. En daar staat mijn telefoonnummer wel, daar staat ons e-mailadres. En als je daar even kijkt, dan kan je ons heel makkelijk vinden. Ja. En eigenlijk ben je bezig om jezelf overbodig te maken, toch? Dat is uiteindelijk wel. Dat is het doel, hè? Ja, dat wil je natuurlijk heel graag. Dat alle buren zo zelfstandig hun eigen problemen oplossen, dat ze ons niet nodig hebben. Maar goed, 12 vrijwilligers zoek je. Ik hoop dat deze uitzending daar een bijdrage aan heeft. Beide dank voor de komst in de studio en voor het gesprek. Dit weekend vindt de Nacht van de Vluchteling plaats. Tijdens dit evenement lopen duizenden deelnemers in heel Nederland 20 of 40 kilometer. Hiermee vragen ze aandacht voor het lot van mensen op de vlucht en halen zij geld op voor acute noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd. In onze regio wordt de wandeltocht in Rotterdam gehouden. Burgemeester Abu Taleb geeft om middernacht het startschot voor de deelnemers aan de 40 kilometer loop. Via de website nachtvandevluchteling.nl kunnen donaties aan de deelnemende teams worden gegeven. Ja, aan tafel Schestin, laat ik het goed uitspreken, Hes. Jij bent van Vluchtelingenwerk. Klopt. De Nacht van de Vluchteling. Ik las van de week een heel heftig rapport van de VN over de vluchtelingen. Dat er in de hele wereld 41 miljoen kinderen op de vlucht zijn. En in zijn totaliteit 100 miljoen. Dat is 2,5 keer Nederland. Ik dacht, in wat voor wereld leven wij? Wat denk jij dan als je dat soort waanzinnige getallen hoort? Volgens mij kunnen we dat niet meer bevatten met elkaar. Nee. Ik bedoel, 41 miljoen kinderen, waar hebben we het over? Als je hier ziet spelen, dat is toch verschrikkelijk dat kinderen echt met een rugzakje op door woestijnen lopen om ergens een plekje te vinden waar ze op zijn minst een bed en een boterham hebben. Dat is niet te bevatten. Nee. Vannacht is de Nacht van de Vluchteling. Ja. Dat betekent dat mensen gaan wandelen, lopen, 40 kilometer. Vanuit een aantal steden. Rotterdam, maar ik hoor dat Rotterdam al vol zit. Ja,
Als mensen nu zeggen, ik wil daar toch, dan moeten ze naar Den Haag toe? Ja, als ze officieel mee willen lopen wel, maar ja, wandelen staat je vrij, hè. Dus ze beginnen in Rotterdam bij de bibliotheek. En ik mag natuurlijk niemand oproepen om daar nog heen te gaan, want het zit vol. Nee. Maar er wordt vanuit Rotterdam 40 kilometer gewandeld vannacht, vanuit Den Haag. Rond Rotterdam van bibliotheek naar bibliotheek. Oh, maar ook in Schiedam waarschijnlijk komen ze al. Ja, ze komen wel hier in de omgeving. Hoe groot is die groep dan? Ja, op dit moment, ik weet het niet precies, maar ik heb wel gekeken naar hoeveel geld er inmiddels opgehaald is. En dat is voor ruim 2 ton alleen in Rotterdam al. Dus wat dat betreft is het echt een enorme groep mensen die vannacht gaat lopen. En het is natuurlijk heel leuk om, zeker als deze temperaturen zijn, om samen te wandelen. Samen stil te staan en tijd te nemen om eens met elkaar te praten. En ja, dat niet zomaar aan de tafel te doen, maar ja, rondjes lopend in alle traagheid van het wandelen. Dan heb je de tijd, je hebt tijd om rond te kijken en om met elkaar bezig te zijn. Dus ik vind het een zeer mooi initiatief van Stichting Vluchteling. Ja, want het gaat niet zozeer om het geld ophalen. Tenminste, dat is wel goed om dat te doen. Maar het is ook vooral om die verhalen te delen. Ja. Ik las vanmorgen in het Algemeen Dagblad in de Waterweg-editie een verhaal van een vrouw uit voormalig Joegoslavië. Die ook vertelde als kind van 7 gevlucht, is nu succesvol. Maar die zei ook, het is gewoon belangrijk om die verhalen te blijven delen. Dat is ook wat het idee van deze nacht is, toch? Dat is eigenlijk het idee van deze nacht en morgen. Want morgen is de dag van de vluchteling. We hebben niet alleen een nacht, maar ook een dag van de vluchteling. En vluchtelingenwerk zelf heeft dan het thema bakkie doen. En bakkie doen, nou ja, Rotterdamse kan het bijna niet. Nee. Ga eens op een bank zitten met een vluchteling. Drink eens een kopje koffie en luister eens naar de verhalen. Je zult aan de ene kant enorm verbaasd worden over de liefdevolle en mooie verhalen die ze te vertellen hebben. Syrië was natuurlijk een schitterend land voordat de oorlog uitbrak. Iran en Irak, ach, als je daar rondreist, dat is echt geweldig. Maar nu is het, ja, vertrapt, helemaal te neergeslagen door alles wat daar is. Hey, maar als ik met een vluchteling op een bankje in het Beatrixpark zit en ik hoor zo'n verhaal, is het toch vaak een taalbarrière? Dat is toch wel een ja, ja een probleem? Nee. Nou ja, ja en nee. Nou ja, weet je, als vluchtelingenwerk in Nederland komen en ze komen daar waar ik per ongeluk teamleider ben van vluchtelingenwerk, dan is bijna het eerste gesprek wat ik met ze heb van, leer de Nederlandse taal. Ja. En ik was gisteren op een boot waar mensen, ik ben verantwoordelijk voor de boten hier in de regio, en ik was gisteren op een boot waar mensen zitten die al meer dan een jaar in Nederland zijn, en die konden inderdaad nog niet eens goedemorgen zeggen. En dan vaar ik uit, dan word ik boos en dan zeg ik, potverdorie, je bent hier in Nederland, je enige weg naar jouw toekomst is het leren van een taal. En wat zeggen mensen dan? Sommigen hebben zo'n volle rugzak dat daar geen woord Nederlands meer bij kan, bij wijze van spreken. Ja. Maar ik heb ook nu 3 vluchtelingen die mij helpen op kantoor bij vluchtelingenwerk. Daar kan ik een redelijke conversatie mee voeren. En die zijn pas 4 maanden in Nederland. Ja, want dat zijn dan die inburgeringscursussen? Nog niet, want zij hebben nog geen status. Dus zij maar dat zou toch wel heel handig zijn als mensen binnenkomen. Dat ze in ieder geval inderdaad wat je zei, day one begin je te leren. Goedemorgen, Dat doen wij ook als we in het buitenland zijn. Ik bedoel, ik spreek geen Grieks, maar dan probeer ik wel te kijken wat is goedemorgen. En je probeert dankjewel te zeggen. Ja, precies. En tot de volgende keer. Ja. En dat gebeurt ook. Zeker hier in Schiedam. Zijn we in de tijd heel druk mee bezig geweest. Met name hier in de bibliotheek. Ze hebben iets van een taalstrippenkaart hier, dat ze dus een aantal dagen aanwezig kunnen zijn, of een aantal uren aanwezig kunnen zijn met vrijwilligers die ze helpen om de Nederlandse taal te leren. Ja. En nogmaals, dat is hun enige toekomst. En daar kunnen we met z'n allen wat aan doen, hè. We kunnen ze allemaal helpen, we kunnen allemaal met ze op dat bankje gaan zitten. En in plaats van, oh jakkers, een enge vluchteling, dat je zegt, goedemorgen, waar kom je vandaan? Syrië. Oh, was Syrië mooi. Mooi, mooi. Ja, mooi, mooi. Ja, mooi. Nou, en zo kom je vanzelf tot een verhaal. Ja, hey, en sommige Schiedammers zeggen ook, ga lekker terug naar je land. Ja, snap die je zijn dat? Er. Nee, ik snap het niet. Maar wat zeg je dan, als mensen dat zeggen? Nou, soms heb ik niet eens meer de moed om de discussie aan te gaan. Luister, maar dat is je werk, hè? Dus, dat, ja, niet helemaal, maar oké. Okay. Wat is je argument om die mensen die misschien dat beeld hebben, om ze daarin te kantelen? Nou ja, eigenlijk probeer ik ze te stimuleren om op dat bankje te gaan zitten en een kopje koffie te drinken. Want op het moment dat je werkelijk in contact komt met een vluchteling, gewoon echt zoals wij nu ook zitten te praten, en je praat met ze van, goh, waar kom je vandaan? Wie ben je? Wat voor opleiding heb je gedaan? Vertel eens iets over je familie. En hoe groot de taalbarrière ook is, daar kom je echt, echt. Kijk maar, als je in Spanje op vakantie bent, dan kun je ook best wel een kopje koffie bestellen of iets dergelijks. En als je werkelijk praat met die vluchtelingen, dan hoor je dat het
niet die gelukszoeker is die hier jouw baan komt afpakken. Ja. Shame on you. Nou ja, aan de andere kant, bedoel, er is overal een gillend tekort aan personeel. Dus we kunnen de vluchtelingen toch ook gewoon... Heel stiekem thuis zeg ik wel eens tegen mijn man, als we tv zitten kijken en ik zie die drama's op Schiphol. Ja. Zeg, ik heb een hele boot met 150 vluchtelingen. Maar wat weerhoudt... Waarom varen we ze niet naar Schiphol? Nee, maar wat weerhoudt ons er dan van om dat te doen? Dat zijn de regels hier in Nederland. Ja, en op zich, nee, ik denk hoe graag en hoeveel ik ook optreed met, of werk met vluchtelingen. Er zijn natuurlijk best barrières. Er moeten regels zijn waar die mensen zeggen... En het kan best zijn, hè? In Nederland zit er ook kaf tussen het koren. Sure. Dus het is echt wel, en we weten eigenlijk nog heel weinig van deze mensen die nog geen status hebben. Die zijn door de IND maar zo'n stukje gehoord. Yeah. Hè? Daar moeten nog hele lange gehoren plaatsvinden, die vinden ook plaats. En gelukkig wordt daar netjes het kaf van het koren gescheiden. En volgens mij kan dat koren, om dat er maar te gebruiken, prima naar Schiphol. Maar ik heb ook het gevoel dat dat soms echt ongelooflijk lang duurt. Voordat die mensen dus uit die boot komen, de taal gaan spreken, in het Westland aan het werk gaan. Waar dan ook op Schiphol, op allerlei andere plekken. Ja, nou, en dat duurt ook veel te lang. Ja. Wat moet er dan veranderen? Want we praten hier al heel lang over. Ja, hè? Ja. Nou ja, wat er moet veranderen. Weet je, dan begeef ik me politiek terrein. En dat blijft natuurlijk ingewikkeld. Laten we beginnen bij het allerkleinste begin. Huisvesting. Ja. Maar dat is niet alleen voor vluchtelingen zo. Ik bedoel, ik heb een zoon van 32 die al 8 jaar zit te wachten op een huis. Ja. Die is ook niet aan de beurt. En dat is natuurlijk net zo schrijnend als die vluchteling die alsmaar op dat AZC zit. En zit te wachten op een huis. Misschien zelfs zijn familie al in Nederland heeft niet eens op hetzelfde AZC. Hè. Dat komt voor dat vrouw lief daar en man lief hier zit. En die kinderen heen en weer reizen tussen paps en mams. Of paps heen en weer reist. En dus dat maar de huis, dat maakt de prop op dit moment. Ja. Want zijn wij als Nederland gastvrij genoeg? Want als je natuurlijk ziet hoe in sommige AZC's... Ik las ook een verhaal in de Volkskrant nog over dat de tranen over je wangen lopen van verdriet. Hoe wij met een vluchteling omgaan. Zijn we gastvrij genoeg? Ondanks alle misstanden, ja, zijn wij gastvrij genoeg. Kijk ook maar want we hebben het nu over Syrië, over reguliere vluchtelingen. Maar kijk eens wat we gedaan hebben voor de Oekraïners. Ja, 40.000 dat zijn een beetje de buren, hè? Die zitten in onze achtertuin. Okay, maar ook die hebben we opgevangen. Ja, in maar dat gaat op een of andere manier makkelijker, denk ik wel eens. Ja, natuurlijk gaat dat makkelijker. Ik bedoel, die mensen herken je, dat is veel dichterbij. En ze komen gewoon met hun eigen auto. Dat is best wel. Spreken Engels vaak? Ze spreken, nou, dat is niet altijd vaak, waar. Vaak zeg ze ik. Ze willen vaak. Nog wel eens Engels spreken. En weet je, ze hebben een relatief hetzelfde geloof als wat wij hebben. Dus ze begrijpen, daar zitten ook wel moslims bij of orthodoxe christenen. Maar het is allemaal bekender. En dat maakt nog een keer mijn oproep van jongens, kom eens bij een vluchteling op een bankje zitten. En praat eens met hem. Ja. Hoe kom ik dan? Want ik kan wel op een bankje gaan zitten in het Beatrixpark en dan komt er niemand langs. Maar hoe kom ik dan met die mensen in contact? Nou ja, nu is het natuurlijk zo dat er is een hele campagne van doe eens een bakkie of ga wandelen vannacht. Ja. He, dat is absoluut... Ga je ook lopen vannacht? Nee. Nee, ik heb zowel vandaag als morgen... Een coördinerende rol. Nou nee, niet één. Maar ik heb wel heel druk met vluchtelingen dit weekend. Dus dat scheelt. En er lopen ook vluchtelingen mee. Die dame die vandaag in het AD staat, die loopt vannacht... Oh, die doet het stadsoort samen met Abu Talib. Maar volgens mij daar loopt ze ook mee. Maar er lopen ook vluchtelingen mee. Hè? Ja, dus absoluut. Als je vannacht meeloopt, is de kans groot dat je naast een vluchteling loopt. Absoluut. Dan kun je de verhalen horen. Ja, en 40 kilometer, dat doe je 8 uur over zo ongeveer? Ja, ik geloof de standaard 5 kilometer per uur. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja. En dat begint, dus je bent om 8 uur 's morgens thuis een beetje? Ja, zoiets. En er zijn lekker rustpunt onderweg waar je bakjes krijgt. Weer een bakkie? Dan krijg je een bakkie en water zullen ze vannacht ook wel uitdelen. Okay. Als mensen nu zeggen, nou, ik vind dat vluchtelingenwerk toch ontzettend belangrijk, ik wil toch een bijdrage leveren. Is er een website waar ze naartoe kunnen gaan? Ze kunnen natuurlijk altijd naar vluchtelingenwerk.nl gaan. En ik sta daar met mijn open armen, want ik heb enorm hard, zoals iedereen. Ik bedoel, we zullen daar straks zeker ook over hebben, vrijwilligers nodig die ons willen ondersteunen. En nogmaals, ook al weet je niets van vluchtelingen, heb je zo'n enge mensen. Het zijn geen enge mensen, het zijn echt gewoon mensen met een neus en 2 billen. Dus er is gewoon mee te praten. En je bent ontzettend welkom om ons te helpen hen een veilig plekje in de Nederlandse maatschappij. Ja. En er kan ook gedoneerd worden, hè? Ga naar de website van Nacht van de Vluchteling en daar kun je uitgebreid doneren. Dankjewel.
Ik wens je een hele goede nacht toe eigenlijk. Blijf je wel op of ga je morgen... Ja, ik ben wel de pineut vannacht, ja. Oké, nou sterkte en hou ons op de hoogte. Dank voor het gesprek. Humanitas, daar gaan we het over hebben. Want die gaan zorgen dat de energietoeslag bij de juiste mensen terechtkomt. We gaan kijken even naar een filmpje. Sinds 1 juni is het voor de Schiedammers die daar recht op hebben mogelijk om de energietoeslag van €800 aan te vragen. Vanwege de sterk gestegen kosten van energie geeft het kabinet een eenmalige toeslag aan huishoudens met een laag inkomen. Dit zijn huishoudens met een inkomen tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm. Een van de organisaties die onder meer hierin hulp kan bieden is Humanitas. Met meer dan 80 vrijwilligers kan Humanitas helpen bij het krijgen van grip op geldzaken. En aangeschoven aan tafel Rianne Tange van Humanitas. Ik las het van de week dat bericht in de krant dat jullie mensen gaan helpen om die energietoeslag, die eenmalige uitkering van €800 binnen te krijgen. Toen dacht ik, nou, dat is nog niet zo ingewikkeld. Je gaat naar de website, je vult het in en klaar. Dat schijnt ingewikkelder te zijn. Dat schijnt zeker ingewikkelder te zijn voor een grote groep mensen. Nou, je moet allereerst natuurlijk digitaal vaardig zijn. Ja. Dan krijgen ze een formulier, je moet een DigiD hebben, je moet al een e-mailadres hebben. En halverwege wordt er verwezen naar een app die je kan downloaden. En dat is toch echt voor sommige mensen te ingewikkeld. Ja, en waarom is dat ingewikkeld? Nou, de digitale vaardigheden ontbreken dan. Ze hebben gewoon geen DigiD. Ik kreeg van de week een mevrouw aan de lijn die dat al 3 keer had geprobeerd om een eigen DigiD aan te maken. En ze kwam daar gewoon niet uit. Dus dan belt ze dat nummer van ons en dan... krijg je een wanhopige mevrouw eigenlijk die zegt van ja, ik denk dat ik er recht op heb, maar ik weet niet hoe ik het moet aanvragen. Nee. En dan zeg ik kom maar langs. Ja. En welke mensen hebben daar recht op? Jullie hebben, er is een ingewikkelde, nou, 120% van... Het minimum. Ja. Dus eigenlijk de bijstandsnorm en dan 120% daarvan. Dus dat zijn in Schiedam best wel veel mensen die daar mogelijk recht op hebben. Ja. Want dat is uit zo'n onderzoek gebleken dat in Schiedam de 5e armste stad van Nederland is. Met de grootste aantallen in ieder geval mensen die onder de of in armoede leven. Ja, en dat gaat om een eenmalig bedrag van €800. Eenmalig bedrag van €800. En dat krijg je meteen dan uitgekeerd ook? Of hoe zit dat? Oh, dat weet ik niet eens. Want dat is echt de overheid die dat regelt. Dat is de gemeente. Dus er is echt zo'n aanvraag, formulier eigenlijk, wat je dan online moet invullen. Ja. Maar ik ga ervan uit dat dat dan vrij snel uitbetaald wordt. En jullie helpen al die mensen door die paparazzen heen, dat ze goed invullen. Want zonder dat proces te beschrijven. Maar ben je daar dan lang mee bezig? Of nee, hoe gaat dat? Jullie nodigen ze uit op een spreekuur. Mm-hmm. Jullie doen dat in Maassluis, Vlaardingen en in Schiedam. Ja, hebben overal in elke stad hebben wij spreekuren waar mensen kunnen binnenlopen eigenlijk zonder afspraak. Ja. Hey, even in Schiedam, kijken ze ook mensen buiten de stad. Maar in Schiedam is dat in het gezondheidscentrum in Ketel? Ja, in Ketel. Kerklaan 33. Ja, en dat op is vrijdag tussen 12 en 3 zitten we daar. Oké, en dan kan je zonder afspraak kan je daar naar binnen gaan. Ja. En dan zeg je, nou, volgens mij kom ik een aanmerking. Hoe check je dat dan? Of iemand daar voor een aanmerking komt? Want het zou ook heel teleurstellend zijn als iemand denkt, nou, zeker, ik ga achter de piek ga ik lekker cashen en die krijgt het niet. Ja, nee, wij checken, er staat heel mooi hoor, op dat formulier, als je op die website kijkt, staat er heel mooi van, nou, dit moeten ze allemaal meenemen. En de bedragen staan er ook bij van, stel je hebt een AOW en je bent samen, je hebt dus allebei een AOW, je hebt nog een kleine pensioen erbij. Dan mag je dus niet hoger komen dan dat bedrag. En dat staat erbij. Die bedrag weet ik niet uit mijn hoofd, maar... 1777. Nee. Nee? Dus met een stel met pensioen is het iets van 1900. Oké. Okay. Maar als je dan een klein pensioentje boven hebt... 1872 hoor ik dan in kan mijn hoofd. Oh, kijk. Dan kan je dus al, dan kan je daar dus al boven zitten. Oké. Okay. Maar heel veel mensen laten dit dus nu liggen omdat ze het gewoon te ingewikkeld vinden. Ja, en dat is zonde. Ja. Want ze moeten wel elke maand die extra energie... kosten betalen. Ja. Hey, nou zijn er ook heel veel mensen in Schiedam die niet goed kunnen lezen en kunnen schrijven. Vandaar dat je ook hier aan tafel zit, omdat op de manier. Want het is lastig om die mensen te bereiken, heb ik ook begrepen. Ja, zeker. Dat is echt lastig. En dat doen we met allerlei manieren. Hè? Want ik weet dat de bibliotheken daar ook actief op zijn. Hè? Die hebben daar programma's voor, dus daar staan we nou in contact mee. We hebben contact met de wijkondersteuningsteams in Schiedam, maar ook in Vlaardingen en Maassluis. Dus we krijgen via heel veel kanten... Stroomopwaarts. Stroomopwaarts, natuurlijk. De schuldhulpverlening ook. Dus van heel veel verschillende organisaties
krijgen we mensen aangemeld. Ja. Waarom is Humanitas in dit gat gesprongen? Omdat het eigenlijk een braakliggend terreintje was. Ja, en wel waar een enorme behoefte aan is. Want er is een groep die en digitaal niet goed vaardig is, laaggeletterd soms. Misschien een lichtverstandelijke beperking hebben. Geen Nederlands spreken. Geen Nederlands, anderstalige. Het is echt een grote groep. En de professioneel hulpverleners, die hebben er eigenlijk geen tijd voor om eens een tas met brieven door te gaan spitten en brieven uit te leggen en zo. En dat kost allemaal ongelooflijk veel tijd. Dat is ook echt zo. Want jullie krijgen mensen op het spreekuur met tassen vol met ongeopende post. Soms. Nou, als het pas ongeopende brieven zijn, zeg maar, en we weten van tevoren, dan koppelen we gewoon een vrijwilliger. Want dan ga je daar een aantal keer naartoe en dan zet je zo'n administratie thuis op bij mensen. Op de spreekuur hebben we wat meer eenvoudige vragen. Dus bijvoorbeeld één brief die, of eenmalig in een jaar die een brief krijgen en dat niet goed weten, belastingaangifte willen doen, niet weten waar ze dat kunnen doen. Of soms andere vragen hebben. Ik heb een keer de huurverhoging is net geweest, dus daar kregen we dan ook nog wel eens vragen over. En die komen dan naar zo'n spreekuur. Ja. 80 vrijwilligers? Ja. 79, ja. Ja, en ook daar nog steeds tekort, hè? Tekort, hè? Ja. Want we kunnen het gewoon niet bijbenen. Wat zouden we in dit land zijn zonder vrijwilligers? Ja, niks. Nou, niks. Nee, zijn goud waard, hè? Zo de midden hele land in elkaar, zoiets. Zou ik zeggen. Dus ik sta ook met open armen, net als jij. Ja, en wat voor mensen zoek jij dan? Ik zoek verschillende mensen. Maar mensen die en natuurlijk onderlegd zijn en die denken van dat administratieve en iemand thuis een administratie opzetten, dat kan ik wel. Ja. En dat vind ik ook leuk. Ik zoek mensen die bijvoorbeeld opleiding schulddienstverlening hebben gedaan en wat ervaring willen opdoen daarin. Dus dan kunnen we mensen helpen met zo'n map in orde te maken voor stroomopwaarts. En ik zoek eigenlijk mensen die andere talen spreken, zodat zij dus welke talen? Nou, het heel mooi zeggen. Tigrinya. Tigrin. En dat is? Dat is de taal uit Eritrea. In Eritrea. Oké. Okay. Kunnen jullie misschien iets voor elkaar betekenen? Ja, zeker wel. We hebben in ieder geval ook kaartjes uitgewisseld. Ja, dat is wel. Daar begint het mee, LinkedIn profielen. Maar zou je elkaar natuurlijk goed kunnen helpen. Absoluut. Zeker. En ik weet dat de mensen die gevlucht zijn en die eigenlijk nog niks mogen, dolgelukkig zijn als ze een paar uur hun hoofd elders hebben dan bij alle rampen thuis. Ja. Dus die zijn zeker in voor vrijwilligers. Nou, volgens mij wordt hier een hele mooie zaak gedaan in het programma. Dat gaat helemaal goed. En ik heb ook contact met Stadkind bijvoorbeeld, die dus de taallessen verzorgt. Dus daar heb ik ons dus ook een balletje op gegooid. En vrijwilligers natuurlijk. Hoeveel uur, dagen in de week zoek je mensen dan? Nee, dat is heel erg afhankelijk. Want sommigen hebben gewoon een baan daarnaast. Dus dat is, die werken 4 dagen bijvoorbeeld. En die zeggen, ik kan 4 uur maximaal per week vrijwilligerswerk doen. We kennen ook vrijwilligers die zeggen van ik ben 2 dagen beschikbaar of 3 dagen beschikbaar. Dus alles is welkom. Ja, en jullie doen als Humanitas niet alleen inderdaad deze energietoeslag helpen, maar ook met andere zaken, toch? Ja, we helpen dus ook echt mensen die het overzicht kwijt zijn geraakt thuis. Is dat een groot probleem in Schiedam? Ook. Ervaring en besluit? Ja, eigenlijk landelijk is het een groot probleem. Maar ook dus net zo goed in Schiedam. Ja, absoluut. Ja, en want hoeveel zaken behandelen jullie ongeveer per jaar? Nou, we hebben op dit moment 149 deelnemers. Maar wel in de 3 steden, hè? Dus dat hebben we niet uitgesplitst. Dat noemen jullie deelnemers dus? Deelnemers, ja. Ja, we hebben het niet over klanten of cliënten. Dat klinkt allemaal... Want we staan ook echt naast de personen. We hebben natuurlijk geen enkele masverhouding of iets. We kunnen niks beslissen. We staan er echt naast en helpen mensen echt om het uiteindelijk zelf weer te kunnen. Want dat is ons doel. Zou er ook iets gedaan moeten worden aan de ingewikkelde manier waarop dingen in Nederland moeten worden ingevuld en ingeleverd? Van de week moest ik ook iets bij de Belastingdienst invullen. Ik heb een gemiddelde intelligentie, maar het kostte mij toch ook wel even tijd om daar op het juiste moment... Ja. Laat staan dus voor iemand die de taal, of waar Nederlands niet de moedertaal van is. Of die wel gewoon een mbo heeft afgerond. Maar dan zijn die brieven toch echt ingewikkeld. Als ik ze al 3 keer moet lezen. Ja. Hey, hoe kunnen mensen jullie vinden? Dat is even de vraag. Over de energietoeslag, over alle andere vormen. Humanitas helpt. Humanitas.nl. En dan kunnen ze gaan naar de nieuwe Waterweg Noord afdeling. Ja. Maar ze kunnen ook rechtstreeks mij gewoon mailen. r.tangen@humanitas.nl. Hey, en nou kan ik niet goed typen. En ik...
Dan heb ik hier ook nog een telefoonnummer staan. Maar dat moet ik zelf even altijd checken. 06-35-11-7766. En dat staat ook op de site? En dat staat ook op de site. En dat is deze folder? Ja. Even kijken, ik ga even kijken of ik dat nog even bij... Die ligt hier in de bibliotheek, hè? Ja, zeker. Want als je niet op internet kan, dan is het heel fijn als je foto's kan maken. Ja, dus dan kan je gewoon naar de bibliotheek toe en ook daar vragen. Ja. Oké, nou, het foto's was even in beeld. Hopelijk veel vrijwilligers, en dank voor jullie... Weinig vluchtelingen. En weinig vluchtelingen, oké. Okay. Nou, dat zou helemaal mooi zijn, toch? Okay. Ja. Dat is een mooie afsluiting. We gaan door naar het volgende onderwerp. Dank je wel. Ook in de kinderopvang is er sprake van een nijpend tekort aan personeel. Dit tekort begint steeds grotere gevolgen te krijgen voor ouders en de organisatie zelf. De brancheorganisatie Kinderopvang ziet de huidige problemen en zegt dat die alleen nog maar verder zullen groeien. En dat kan leiden tot heftige maatregelen waarbij contracten kunnen worden opgezegd. Er is inmiddels een oproep aan het kabinet gedaan om met een actieplan te komen, waarin onder meer wordt gekeken naar vermindering van de regeldruk. Ja, crisis in de kinderopvang. Simone Oranje aan tafel. Jij bent de oprichter van kinderdagverblijf Plan Zoentje. Het Plan Zoentje. Het Plan Zoentje op de Singel. Ja. Jullie zijn geen groot kinderdagverblijf. Nee, we zijn een kleinschalig kinderdagverblijf. Jullie maken je met de rest van Nederland in de branche zorgen om... Ja, ook, ik bedoel, welkom in de club zou ik willen zeggen. Het tekort aan personeel. Gaat het bij jullie ook die kant op dat je contracten moet gaan opzeggen? Dat hoop ik niet. Nee, snap ik. Maar tot nu toe is dat nog niet aan de orde geweest. En ik hoop ook niet dat het gaat gebeuren. Maar als het moet, dan zijn we daar ook mee bezig. Ja, want jullie zijn natuurlijk ook op zoek naar personeel. Zeker. En jullie doen bijvoorbeeld ook een oproep aan opleidingen, sociaal-pedagogisch werk. Want dat zijn mensen die jullie onder andere zoeken. Maar die zeggen heel vaak, ik ga ergens anders werken, want het is mij allemaal veel te ingewikkeld en te complex. Dat zou een reden kunnen zijn inderdaad, ja. Maar de pedagogische medewerkers die wij zoeken, dat is zeker in het niveau 4 en gespecialiseerd. Omdat je daar meerdere kanten uit kan. En omdat ik kleinschalig ben. Ik heb maar 2 groepen, dus het is fijn als je ze op allebei de groepen zou kunnen inzetten. 0, 4, 12. Ja, en de groep van 4 tot 12 jaar. Ja. Klopt. En je hebt een klein team en die kunnen het op dit moment... En een hecht team zelf. Ja. Ja, die zijn ook niet van plan om op te stappen. Nee. Nee. Voor zover je weet in ieder geval niet. Nou nee, inderdaad. Nee. Ik heb inderdaad een hecht team. Want ik heb zelfs iemand die werkt bij mij al vanaf haar 17e. En die is nu in de 40 met 2 kinderen. Ja. Dus dat zegt al genoeg. Maar jullie hebben wel, jullie zijn ervoor om onze kinderen, kleinkinderen of wat dan ook... Op te vangen, om te helpen. Maar er zit heel veel administratief werk tegenwoordig ook bij, toch? Ja, alles moet geregistreerd worden. Je moet eigenlijk jezelf blijven verantwoorden wat er gebeurt en wat je moet doen. Terwijl je eigenlijk op die kinderen moet letten. Ja, dat moet. Nee, maar dat moet ook nog. Dus het is allemaal en geworden. Ja. Is dat niet een beetje te veel? Ja, het is te veel, ja. Want ik weet niet, als je op een groep staat met baby's, daar heb ik het nu over de dagopvang. En als je dan ook nog eens de overdracht moet doen, registreren. Vaak is het zo dat wij wel heel veel overdrachten mondeling kunnen doen. Plus dat we ook gesprek hebben met de ouders over hoe het met de ontwikkeling is van de kinderen. Dus die gesprek hebben we gelukkig ook. Maar het is best veel, ja. Ja. Maar nog eens, en een goede toevloei van toeleiding van nieuwe medewerkers, dat is toch wel belangrijk natuurlijk. We zijn zeker op zoek naar nieuwe medewerkers. Hoeveel vacatures heb je? Zeker op het ogenblik 2. Op dat bestand is dat best veel. Ja. Hoe probeer je die te werven? Via de site. Ik werk ook met Albeda en het Zadkine College met stagiaires. En die heb ik zelfs ook gevraagd, de mentoren van de stagiaires. Joh, weten jullie niet iemand? Nou, er was zelfs iemand die zei van... Ja, we komen met het verhaal van... degene die bij ons de opleiding afronden... Die,
die gaan gewoon doorstuderen en die willen meer in de zorg, omdat het daar ook meer verdient. Krijg je dat als verhaal. Dus zou het niet zo moeten zijn wat meer aan die salarissen doen? Dat hebben ze op Schiphol ook gedaan. Hè? Misschien zou dat een idee zijn? Ja, ik weet niet of je dan gelijk het hele probleem weghaalt om mensen meer te gaan betalen. Ja. En meer met part-timers werken, zou dat een... Ja, dat is ook wat ik nu doe. Ik werk ook met part-timers. Ja. Dat werkt ook beter. Ja, en ik hoor ook dat heel veel personeelskrapten zou worden opgelost als mensen even net iets meer uren zouden maken ook. Ja, maar ze maken al veel uren. Dus het is gewoon, het is allemaal en wat er speelt. Ja, nou wordt in 2025 de kinderopvang in Nederland zo goed als gratis. Toch? Of heb ik dat goed begrepen? Ja, hoe gaan ze dat doen? Ja, dat is een vraag die mij bezig gaat. Hoe bereiden jullie daar? Ik heb geen idee. Wat verwacht je dat dat... De problemen worden alleen maar erger. Want het personeeltekort is nog steeds niet opgelost. En is dan ook nog niet opgelost? En dan wordt het alleen maar erger. Dus, en wat betekent dat dan voor de kinderopvang? Ze zijn bezig. De bedoeling was dat we de kwaliteit gingen verbeteren. Ja. Dat was die nieuwe wet. En als je dat dan gaat... Als dat dan gaat gebeuren... Ik vraag me af, hoe blijft het dan met die kwaliteit? Want je kan toch niet allemaal meer mensen opvangen... Kinderen opvangen en... Als je geen personeel hebt, kan je ook geen kinderen opvangen. Dus hoe gaan we dat doen? Nee. En een beetje inboeten, iets minder kwaliteit. Een 10 is mooi, maar een 9 is ook goed. Ik denk het wel. Moet je dan een stapje terug gaan doen? Ik denk wel een stapje terug moeten doen. Ja. Stel je voor dat jij nou een keer bij het kabinetsoverleg zou mogen zijn. En je zou daar een punt kunnen maken. Wat zou je dan in ieder geval roepen? Want de beleidsmakers zitten natuurlijk in Den Haag voor een belangrijk deel. Ja. Wat moet blijven en wat moet absoluut worden afgeschaft? Nou, ik denk dat het mooi zou zijn dat ze moeten gaan kijken hoe het werkt op de werkvloer. En dat ze eens mee gaan draaien en dat ze van daaruit beslissingen gaan maken. Ja. Want stel je voor dat ik een dagje meedraai bij jullie. Wat merk ik dan? Ik meld me om 7 uur op de single. Ja? En wat ga ik dan allemaal meemaken en ervaren? Nou, je komt binnen. Ouders die brengen hun kinderen. Je hebt een overdracht hoe het is geweest. Zeker na het weekend. Dan wil je altijd weten, van is er nog iets voorgevallen? Of is het gewoon een goed weekend geweest voor je kinderen? Dan starten wij de dag totdat iedereen binnenkomt. Ja, we gaan aan tafel. We hebben een eet- en drinkmoment. Daarna hebben we activiteiten om te gaan doen. Dat kan zowel buiten of binnen. Ook seizoensgericht. Hè? Welk seizoen zitten we nu? Daarna is het ook weer een eetmoment. Want gaan we naar de lunch. Slapen. Ja, Hoeveel kinderen zijn er aan jullie toevertrouwd? Al aan kindplaatsen, ja. Over de 40. Over 40, ja. Zou het dan toch ook moeten zijn, dus ja, waar het ophoudt, houdt het op. Dat je tegen de ouders toch moet zeggen, ja, je zult toch zelf weer wat meer moeten gaan doen om op je kind te passen. Nou, ik heb het gewoon nog niet hoeven doen. En ik zou het erg moeilijk vinden om dat te moeten gaan zeggen tegen de ouder. Ja. Voorlopig kunnen wij gewoon nog de kinderen die er zijn, die kunnen we houden. En het is nu wel zo dat ik weer een beetje zit in de situatie van wachtlijsten. Dus dat er kinderen op de wachtlijst komen en die willen dat ook. Ja. En zodra er een plek is, dat we de kinderen dan kunnen plaatsen. Ja, we hadden het even over wat moet hiervoor blijven. Dat lopen ze een keer een dagje mee. Waar wil je het liefste morgen vanaf binnen jullie branche? Van die werkdruk. Ja. Ja, en de werkdruk komt voor een belangrijk deel door alle... En dat we gewoon minder registreren. En dat we gewoon lekker met de kinderen bezig zijn. Laat ons alsjeblieft, laat kinderen spelen. Laat kinderen ontwikkelen. Dat. Want hoe zit dat in verhouding dan in je tijd waar je bezig bent met administratieve werkzaamheden? En het begeleiden van het kind? Is dat 50-50, 60-40? Nou, ik denk wel 60-40. En dan 60 administratieve werkzaamheden? Ja. Wat moet je dan allemaal bijhouden? Ja, heel veel. Je moet echt heel veel bijhouden. Is dat noodzakelijk, vind jij? Nou ja, dus, dan hebben we ook een stukje controle. Hè? Want ik heb net wel even met mijn overbuurman zitten praten. Dat stukje controle heb je eigenlijk over de hele dag. Maar het is belangrijk dat je het gevoel geeft dat een kind zich veilig voelt. Maar ook dat je dat over kan brengen. Aan het einde van de dag als die ouder weer komt en vraagt van hoe is het geweest. Ja, nou, het ging goed. Leuk, dat vertrouwen. Goed gegeten, goed geslapen, klaar, punt. Toch?
Of ben ik dat te simpel? Ja, je stelt het wel heel erg... Nou, maar dat, volgens mij wil ik dat als ouder toch wel weten. Of als grootouder. Ja, ja, maar ze willen altijd wel een beetje meer weten. Want ze willen gewoon ook zien aan hun kinderen dat ze het goed hebben gehad. Ja. Dus dat. Ja. Ja. Nou goed, dat is... En als je zegt, ik zoek mensen, ga je dan op een andere manier? Ik bedoel, de scholen wordt lastig. Zijn er andere kanalen waar je zegt, daar ga ik... vacatures natuurlijk. Ja, maar iedereen heeft vacatures, hè? Ja, momenteel. Iedereen, ja. En waardoor... En mond-op-mond reclame. We gaan het ook brengen bij de ouder. We vragen ook aan de ouders, joh, als je niet iemand weet, we zoeken iemand. Dus je moet het eigenlijk een beetje overal neerleggen. Ja. Als nou mensen naar dit programma kijken en die denken... goh, ik ben of ik ken iemand die dat is... waarom zou ik bij jouw kinderdagopvang moeten werken? Nou, wat maakt het zo leuk? Nou, omdat we gewoon een heel leuk kinderdagopvang zijn. Ja, ja, we zijn kleinschalig. We zijn heel erg gericht op, ook op de mensen zelf die met de kinderen komen. Ouders die bij ons komen, die kiezen ook heel bewust voor een kleinschalig kinderdagverblijf. Dat ten eerste. Het is een verlengstuk van thuis. Het is ook in de huiselijke sfeer. De sfeer is er zeker. Ja. Hele fijne mensen die er werken. Ja. Dus ja. Ik zou zeggen, kom gewoon even kijken en ervaar het gewoon. Ja. Ik kan het allemaal noemen. Ja. En dan komt aan het eind komt dan de typische Nederlandse vraag natuurlijk van... wat verdien je dan ongeveer? Genoeg. Maar het kan altijd meer. Het is een heel politiek, diplomatiek antwoord. Ja. Ik hoop dat jullie de problemen gaan oplossen. Ja, komen er nog acties? Gaan de kinderdagverblijven richting Den Haag? Komen er stiptijdsacties? Gaan worden gesloten? Die zullen er ongetwijfeld komen. Maar voor zover ik nu weet, heb ik daar even geen kijk op. Jullie gaan nog niet rellen? Sorry? Jullie gaan nog niet rellen? Nee, nee, nee. Nee. Ik wil, wat ik wil is dat er geen onrust is. Nee. Er is te veel onrust binnen die kinderopvang. En dat komt bij ons over. En dat ouders komen met vragen. Die onrust moet weg. Ja, en dat is het voornaamste wat je moet hebben. Want je hebt toch met kinderen te dealen. En ja, laat ze alsjeblieft gewoon hun eigen... gewoon lekker zichzelf zijn. En laten wij gewoon lekker met die kinderen leuke dingen doen. En volgens de drie principes rust, regelmaat en reinheid, toch? Ja, de drie R's, ja. Oké. Ik wens je daar veel succes bij. Ja, dankjewel. We gaan het hebben met Tjerk over journalistiek op lokaal niveau. In Beeld en Geluid in Hilversum werden vorige week de lokale Media Awards uitgereikt. De awards zijn een initiatief van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen, de NLPO. Schiet-TV-verslaggever en presentator Tjerk van de Ende werd uitgeroepen tot presentatietalent van het jaar. Uit handen van juryvoorzitter Rick van de Westerlaken ontving hij de bijbehorende award. Tjerk werd door de jury geroemd om zijn kennis en kunde tijdens het verkiezingsdebat van Schiet-TV, waarin hij vakkundig het heft in handen nam, de leiding hield en zeer goed op de hoogte was. Nou, inderdaad aan tafel de prijswinnaar, collega Tjerk. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heb je een beetje voorbereid op dit gesprek trouwens? Nou, nee. Eigenlijk niet. Nee, ik zit er. Ik zit er. Ik vind het leuk. Nee, ja, ik zit nou weer te kijken naar die beelden. Het is allemaal wel... Ik roep eigenlijk al weken, het hangt van heel veel ongemakken aan elkaar. Maar het is wel heel, heel leuk. Zo van welke ongemakken dan? Ja, dat is toch... mijn werk als journalist is om verhalen te vertellen, om voorzetjes te geven. Het is toch leuk om een prijs te winnen? Hartstikke leuk, ja. Maar goed, daar moeten we wel even aan wennen. Dat is wel even, ik bedoel, even want nieuw. Jij hebt een prijs gewonnen. Schie heeft zelf ook een prijs gewonnen. Zeker. Iedereen viel binnen dit pand ongeveer van zijn stoel. Wat gebeurt er allemaal? We hebben echt een kwaliteitsslag gemaakt de afgelopen jaren. Ja. En dat merken we dan, toch? Ja, nou, leuk hè? Ja, zeker. Hey, jij bent nog niet zo heel lang in de journalistiek werkzaam? Nee, niet professioneel, nee. Nee. Want toen jij een kleine Tjerk was, wilde je als journalist worden? Ja, ergens denk ik wel. Ja, hoe oud was je toen? Nou, toen ik 15 was, toen ben ik begonnen met... toen in Vlaardingen, waar ik woon, bij de lokale omroep daar. Omroep Vlaardingen? Omroep Vlaardingen. Hoi, mag ik iets presenteren? Ja hoor, ga maar meelopen. Sportprogramma was er op de zaterdag en zondagmiddag. Dus daar begin je dan en dan ga je dat proberen en dan merk je dat het beter gaat. En dan ga je steeds meer doen en tot en, hier. En wat is de lul daar nou van? Nou, dat kan je zelf ook natuurlijk beantwoorden. Ik stel nu de vragen aan jou. Maar wat is de lol ervan? Wat is de lol ervan? Om dat te doen?
Nou, de lol zit erin dat het is altijd een uitdaging om bij een gast die je interviewt, of om daar het beste naar boven te halen. Om daar de informatie naar boven, dit wil ik nou echt weten. En het is een raar spelletje. Ja, het is best wel kunstmatig ook. Een interview, dat is een kunstmatige weergave van een normaal gesprek in de normale werkelijkheid. En daarin is het er gewoon een spel om het mooiste of het beste of heel kritisch te zijn. En de kern van wat iemand vindt, om dat naar boven te halen. Ja. Dat is toch geweldig om dat te mogen doen. Sorry, kat en muis. En de ene keer ben de kat en de andere keer ben de muis natuurlijk. Lokale omroepen zijn vaak een springplank om landelijk aan het werk te gaan. Is dat ook jouw ambitie? Ik zou liegen als het niet zo is. Ja, tuurlijk heb ik die ambitie. Wat is je ambitie? Nou, landelijk. Wat zou je willen doen dan? Op één? Zoiets. Nieuwsuur? Talkshow. Ik hou van de politiek volgen. Kritisch zijn daarin. Dat is een fijn element. Maar ik heb ook wel interesses in heel breed. Dus wat dat betreft, daar heb je talkshows voor. Ja, het lijkt me geweldig. Ja, maar politiek heeft ook wel jouw belangstelling, hè? Heeft veel belangstelling van mij, ja. Zeker. De nieuwe Ron Frezen? Ja, kan. Ja, leuk. Ja. Ja, tuurlijk, het kan. Maar goed, ik ben daar niet te veel mee bezig met wat is die stip op de horizon. Want ik weet ook inmiddels dat het echt een ervaringsvak is. Dat je heel veel moet doen en je moet heel veel fouten gaan maken. En die mag je ook maken. En zeker bij lokale omroep kan je heel veel fouten maken. Dat is echt wel de ontwikkeling. Nou, dat het heel belangrijk is. Mag je in landelijk dan ook fouten maken? Natuurlijk mag je fouten maken, maar dan word je er wel sneller op afgerekend. En hier niet? Hier word je minder snel erop afgerekend. Dit is de plek om te oefenen. Ja. Hey, en hoe belangrijk is lokale journalistiek? Want je ziet dat dat steeds meer aan het verschralen is. Ja. Hoe belangrijk vind jij lokale media? Ik ben daar wel heel fanatiek in. Dat moet gewaarborgd zijn. Ja, lokale journalistiek is echt heel belangrijk. Wij zijn schie. En volgens mij gaat het hartstikke goed hier. Maar er zijn ook gemeenten waar dat minder goed gaat. En waar de lokale omroep niet die lokale journalistieke functie kan uitvoeren. Ja, jij bent er echt dagelijks mee bezig. Want je hebt een contract volgens mij bij de NOS. Gedetacheerd. In Rijnmond. Rijnmond. Oké. Okay. En je bent er dagelijks mee bezig. Hoe serieus wordt lokale journalistiek in Schiedam genomen? Dat groeit, dat merk ik. En zeker wat wij met Schie aan het doen zijn. Maar dit wordt heel erg nu een praatje Schie over Schie. Maar dat geeft verder niet. Nee, het gaat over lokale journalistiek. Ja, je merkt op het moment dat je kritisch bent, dat het gewaardeerd wordt. Omdat je gewoon... Er zijn soms mensen hier aan tafel die dat helemaal niet leuk vinden. Nee, maar daar komen ze wel achter dat het heel belangrijk is om kritisch te zijn. Want het haalt het beste in... Want waarom is dat zo belangrijk dan? Het haalt het beste in... Iedereen in zo'n samenleving naar boven. Het gaat over politici, beleidsmakers. Die worden geprikkeld om goed na te blijven denken. Om de fouten vooral niet te maken. Want ze denken, oh, er kijkt altijd iemand mee die kritisch is. Maar het gaat ook voor culturele instellingen en dergelijke. Op het moment dat zij hele plannen maken. Ja, als wij een kritische vraag stellen, ga je er misschien van tevoren al wat meer over nadenken. Op het moment dat je niet gecontroleerd wordt. Ik pak dan even de controlerende functie van journalistiek. Dan kan je daar wat nonchalant mee omgaan. En dan krijg je dus ook veel ruimte van iedereen om maar gewoon wat te doen. En ook om foute dingen te doen of fouten te maken. Ja. Hey, wat vind je in Schiedam het leukste items om te pakken buiten de politiek? Want dat vind je leuk. Nou, ik word vaak verrast in Schiedam hoor. Op het moment dat we een verslag doen, dan gaat het alle kanten op. En soms denk ik wel eens, ja, nou moet ik naar bijvoorbeeld vorige week iemand die 35 jaar lang oud papier op heeft gehaald. Dan denk ik, ja, wordt dat dan leuk? En die stopt er dan mee. Oké, en wat is dan het verhaal? Ja, dat hij dat heel lang gedaan heeft. Oké, en wat ga ik dan doen? Nou, en op een gegeven moment sta ik achterop een vuilniswagen met hem. Hij staat in zijn gouden jackie, omdat hij geëerd wordt door zijn collega-vrijwilligers. Ja, dan heb je het heel erg naar je zin. Dan denk je, ja, wat is dat toch ook geweldig om dat dan te mogen doen. Het nieuws van de hoek, hè? Want mensen die naar dit programma kijken, die herkennen jullie. Alhoewel, jij bent Vlaardinger, hè? Ik ben een Vlaardinger. Ja. Hoe gaat dat in Schiedam dan, als je je weg moet vinden? Dat gaat heel goed in Schiedam. Ja? Ja, dat gaat heel goed. Er werd vroeger gevochten op de dijk. Dat zit ik altijd tegen. Dus Schiedam in mijn jeugd gebeurde. Heb jij meegedaan? Nee, ik was verslaggever voor de ziekenomroep in Vlaardingen. Oké, ja, heel goed. Dus ik zat langs de lijn te kijken. Mafartie, ik ben natuurlijk. Ja, nou ja, goed. Er werd gevochten op de dijk. En dat zit er natuurlijk ergens nog een beetje in. Ja. Schiedam versus Vlaardingen. Ja. En daar hoor je wel veel dingen van. Maar in Schiedam word je... Ik dacht eigenlijk, ik ga je vertellen, ik kom uit Vlaardingen. Sorry. Maar toen zei ze, sorry, doe even normaal. Nee, ik kom ook uit Vlaardingen van origine. En ik ben hier ook inmiddels geïntegreerd. Hey, wie is je journalistieke voorbeeld? Ik heb er niet één, maar er zijn wel een aantal natuurlijk die goed zijn. Ja. Voor wie heb je bewondering?
Waar kijk je graag naar? Wie lees je graag? Ik kijk heel graag naar Jeroen Pauw. Zo'n aardige presentator vind ik wel. Matthijs van Nieuwkerk kijk heel graag naar. Marielle Tweebeke van Nieuwsuur, ook fantastisch. Waarom is zij zo goed? Want er zijn ook mensen die haar dus echt haten toen in de nieren. Ja. Dat, vaak de politici zelf misschien. Ja, ook. Ja, ja. Nee, zij is heel scherp. Zij zit er bovenop. Durft echt kritisch te zijn en durft daar ook... Dat is denk ik de kunst. Je kan buiten de camera om een goede verstandhouding hebben, maar je moet op de camera moet je gewoon de strijd aan als dat nodig is. Ja. Dat doet zij heel goed. En hoe doe je dat dan? Jij gaat zitten en je kijkt en je voelt. Want hoe bereid jij je dan voor op zo'n gesprek? Dit niet, maar anders. Nee, andere die ik zelf mag leiden. Ja, nee. Hoe bereid je daarvoor? Inhoud, dat is heel belangrijk. Zorg dat je die inhoud... Voorbereiding. Ja, zorg dat je dat gewoon hebt. Dat je weet waar je het over hebt. Dat je bij wijze van alles van dat onderwerp weet. En dat je niet verrast kan worden. En dat gaat echt heel vaak fout, hoor. Dan kan je tegenover een wethouder staan en dan wordt er iets geroepen. En dan denk je, ja, dat wist ik even niet. Oké, hoe gaan we dit nu oplossen? Maar probeer dan altijd terug te gaan naar je kern van jezelf. Wat wil ik weten? Hoe ervaar ik dit? Mag je ook gewoon benoemen. Dat zijn van die dingen die je dan in kan zetten. Als er nou van die jongens en meisjes van 15 jaar zitten die naar dit programma kijken en die denken, ik wil ook journalist worden. Wat moeten ze dan doen? Gewoon beginnen. Het kan. Ik ben begonnen als vrijwilliger. Ga gewoon beginnen en vlieguren maken. En op het moment dat je er enthousiast van raakt, dan ga je dat ook uitstralen als het goed is. En dan kan je steeds meer gaan doen. En dan leer je natuurlijk ook steeds meer bij. Dus begin gewoon. Dat is eigenlijk de grote opdracht voor die mensen. En jij blijft je hele leven in de journalistiek werken? Of zeg nou, als er nog eens een keer een ander pad is, dan zou ik dat ook nog wel doen. Nee, het bevalt me goed, kan ik wel zeggen. Ik denk dat het voorlopig nog wel even zo blijft. Ja. Oké, wat is je eerste volgende onderwerp wat je gaat maken? Poeh, zo. Ja, er zijn mensen boos in Tuindorp over de inspraak bij de ontwikkeling van de oude school daar. Oh ja. Ja, dus daar ga ik maandag... Dan ga je waarschijnlijk ook de oud-wethouder Chris Seineveld spreken. Wie weet, ja. Ja, dat is leuk. Nou, dat wordt een leuk onderwerp. Gaan we in ieder geval naar kijken. Goed. Dank voor het gesprek. Nogmaals gefeliciteerd met de prijs. Alle gasten vandaag enorm bedankt. Dit was Onder Ogen van 18 juli. Volgende week zit hier mijn zeer gewaardeerde collega Tara Boksman. Wij wensen u een heel prettig weekend. En we gaan naar het weekendweerbericht van dit weekend van Tom Bruin. Tot de volgende keer. Met het weer. Beste kijkers, dit is het weekendweerbericht van zaterdag 18 juni. Vandaag hebben we tropisch weer, er is veel zon en de temperatuur stijgt snel in een rap tempo naar ongeveer 30 of 31 graden. Later is er iets meer bewolking mogelijk en er zou een hele incidentale lokale bui vallen, maar over het algemeen blijft het gewoon droog. Ook die nacht daarop wordt het behoorlijk warm en echt een plaknacht. Het is ook broeierig. Zondag, dan krijgen we een weersomslag. De wind die gaat naar het westen en er wordt koelere lucht aangevoerd. De temperaturen die variëren van 17 tot 24 graden. En er vallen enkele buien, mogelijk dat daar onweer bij zit. Maandag, dan zitten we in een westelijke luchtstroming. Het is overwegend droog. Is periodiek zon en de temperatuur ligt op een aangename 22 graden. Ja, en dan de vooruitzichten daarna. Mogelijk dat er op dinsdag weer een opleving komt naar 27 graden. Maar daarna is het toch echt een beetje licht wisselvallig met af en toe wat buien. En de temperatuur die blijft zo rond de 22 graden. Beste kijkers, dit was het weekendweerbericht van dit weekeinde.